Hallo allemaal, binnenkort is het Psychose Awareness Day en daarom hebben wij een oproep geplaatst. Wij willen namelijk graag de verhalen delen van mensen die te maken hebben gehad met psychose. En zo zijn we bij Sabijn uitgekomen. Sabijn, mijn eerste vraag aan jou is eigenlijk, wat is psychosegevoeligheid voor jou? Psychosegevoeligheid betekent voor mij, ja, ik heb te maken gehad met psychose, ik heb er een paar keer eentje gehad. En dat betekent eigenlijk voor mij dat ik altijd moet letten op mijn stemming en mijn stressniveau. Omdat als het in zijn uiterste komt, dan kan ik een psychose krijgen. En daardoor moet ik daar altijd voorzichtig mee zijn. En daarnaast komt ook de extra spanning erop, behalve dat psychoses best wel angstig voor mij zijn. Dat ook de consequenties die het heeft, dat ik me bijvoorbeeld ziek moet melden. En dat zorgt dan weer voor extra stress, dat als ik merk dat ik die kant op ga, dat ik al extra gespannen raak. Wat ik er dan eigenlijk helemaal niet bij kan hebben. Ja. Ja, dat snap ik. Dus eigenlijk komt de extra stress vooral ook van mensen om je heen, zeg maar. Ja. En heb je eigenlijk ook wel eens het idee dat die mensen om je heen een slecht beeld hebben van psychose? Of als ik het anders vraag, hoe zou je het liefst zelf gezien willen worden? Ja, wat ik belangrijk vind, het zou voor mij heel erg veel schelen als ik dat stukje psychosegevoeligheid kan laten zien, bijvoorbeeld op mijn werk. Maar dat mensen ook zien dat ik ook gewoon iemand daarnaast ben. Dus dat ik ook een werknemer ben, die volgens mij prima functioneert. Ik ben een zus, ik ben een vriend, ik ben een partner, ik ben net tante geworden. Ik ben student, ik ben vrijwilliger, dus ik ben heel veel meer dan dat. En als mensen dat zouden zien, dan zou dat stukje psychosegevoeligheid er ook meer mogen zijn. En dan zou ik daar ook makkelijker voor uit kunnen komen. En nu vind ik het bijvoorbeeld ook om dit filmpje op te nemen best wel spannend, want ik wil aan de ene kant strijden tegen stigmatisering, maar tegelijkertijd heb ik daar zelf mee te maken, waardoor het voor mij ook best wel spannend is om dit te doen, omdat ik zelf daar ook direct mee te maken heb en ook bang ben hoe mensen dan weer op dit gaan reageren. Ja, ja. Ja, en je had het net bijvoorbeeld ook over het ziek melden op je werk. Ja. Heb je het idee dat je ook wel eens te maken hebt gehad met stigma op de werkvloer? Ja, zeker. Ik houd eigenlijk best wel stil waar ik mee te maken heb, die psychosegevoeligheid. Maar er zijn een paar momenten gehad op mijn oude en op mijn huidige werk dat ik het wel heb moeten vertellen, omdat ik me ziek moest melden. En toen heb ik best wel gevoeld dat de regie uit mijn handen werd genomen en dat ik niet meer de zeggenschap had over wat ik nodig had en wat er met mij gebeurde, welke taken ik nog kon blijven doen en dat er voor mij werd bepaald. Terwijl dat op dat moment eigenlijk niet nodig was, want ik kon op dat moment wel weer zodanig nadenken dat ik kon gewoon in gesprek kon zeggen wat ik nodig had en wat ik aankon. Ja. En dat vond ik heel vervelend, omdat ik het gevoel had dat mijn autonomie mij werd afgepakt. Ja. En daarmee had ik het idee dat ik niet echt serieus werd genomen. Ja. Ja, dus eigenlijk is het belangrijk voor jou dat mensen die te maken hebben gehad met psychose nog altijd wel serieus genomen blijven worden. Maar wat zouden mensen nog meer kunnen doen om dat stigma te verminderen? Nou, het heeft enerzijds te maken met dat je serieus wordt genomen, dus als een persoon als geheel. En dat mensen blijven zien wat je allemaal bent, dat hele pakket. En tegelijkertijd is daar denk ik voor nodig, er zijn zoveel vooroordelen over mensen met psychose, dat ze gevaarlijk zijn, dat ze gestoord zijn, dat alles er hetzelfde uitziet. Mensen hebben daar een beeld bij. En ik zou zeggen, blijf nieuwsgierig. Vraag als je dingen niet weet en vul niet voor de ander in wat die nodig heeft, hoe zo'n psychose eruit ziet. Want het is voor iedereen anders en het hangt ook af van hoe jij die psychose meemaakt en in welke fase je zit, et cetera. Ja. Dus blijf nieuwsgierig en wat ik heel erg belangrijk vind, neem je werknemer of je partner of je vriend of je vriendin serieus en zie die ander als een gelijkwaardig persoon die afhankelijk van hoe het met hem gaat nog steeds zelf kan zeggen wat hij of zij nodig heeft. Ja. Als gewoon gelijkwaardige mensen. Ja. Nou, ik vind het allemaal hele mooie boodschappen. Ik wil je ook heel erg bedanken voor het interview. Dankjewel.